De filterpomp maakt door middel van filterglas het water schoon. Naarmate de tijd verstrijkt, komt er steeds meer vuil in het filter. Hierdoor stijgt de druk in de filtertank. Als deze met 1,5 bar gestegen is, wordt het tijd voor een backwash. Dit is meestal om de 3 weken. Om een backwash uit te voeren, installeer je eerst de backwashslang. Er loopt aardig wat water uit de tank, dus leg het uiteinde van de slang op een praktische plek. Vervolgens schakel je de filterpomp uit. Zet je de regelklep op de backwashstand en zet je de pomp weer aan. Laat hem 15 seconden draaien totdat er schoon water uit de slang komt. Schakel de pomp weer uit. Zet de regelklep op de rinsenstand en zet de pomp weer aan. De rinsenstand zorgt ervoor dat het filterglas wat mogelijk in het filter terecht is gekomen, eruit wordt gepompt, zodat dit niet in de hot tub terechtkomt. Na 15 seconden schakel je de pomp weer uit. Zet je de regelklep terug op de filterstand en is de pomp weer klaar om jouw hot tub te filteren. Meer informatie over het gebruik van de hot tub en de filterpomp is te vinden op onze website. www.welvaren.nl